Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van donderdag 17 mei. Er ligt vrij veel bewolking over het land, vanochtend vooral over de oostelijke helft. Het is een graad of 11 en er staat een vrij stevige wind uit het noorden of noordwesten, die aan zee soms krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Vanmiddag liggen de temperaturen tussen de 14 graden aan zee en 18 graden in Limburg. Vooral in het zuiden zijn dan langere perioden met zon mogelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, de wind neemt dan wat af en de minima liggen s'nachts tussen 7 en 9 graden. Morgen breekt vanuit het noordwesten de zon steeds meer door, alleen in Limburg kan het wat langer duren. Het wordt dan iets warmer dan vandaag met 14 tot lokaal 19 graden. In het weekend wordt het geleidelijk warmer, zaterdag liggen de temperaturen tussen 16 en 20 graden. En met Pinksteren draait de wind naar het oosten en dan wordt het 21 tot 24 graden bij veel zon. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.